door alle exen dan gekomen in de kerken in 47 als koster. Ja. Maar in de hof van het kliniekje stond er daar een barakje die diende als zaaltje. De paternaar. Paternaarske. En ja, daar een keer al een beetje muziek spelen, stond er een piano en al en onder elkaar. En dat is eigenlijk begonnen met een zangkursje. Uit de Larutje, dat onderpasteke. Die het werk deed van de woonwagens, van het zwaluwnest. Ja. En ja, zo is dat door begonnen. En dat is begonnen dus, dat ik zei, met een zangkursje. Dus, dat was voor prijs. En ik speelde piano. Ramon Aleman, die begeleidde het ook een paar. En toen nog iemand, een pianist van de stichting, maar ik heb nu zijn naam vergeten. Hij was in Sint-Pietersveld. Ja. Nu, ja. Dat is uit de kleine ongeluk precies. Ja, ja. Maar, en dat was af en toe die crochet. En dat die crochet was in 1949, dat is een paar jaar geduurd. Maar intussen vroegen ze een orkestje. Dus ons muziekje, het piano bijvoorbeeld, aan de vier violen, toen de bussen trompetten, Emmy Bijnemans op de batterie en zo. Ik hou er zo heel een orkestje van, een stuk of vijf. En toen is dat uitgebreid verder met tot cabaret, met een conferencier, Omer Verfali, een zanger, Rafke Reinhardt, die ook nog leeft, die in Dixemutse-Beuterweg daar woont. En ja. En de Luciens. En de twee Luciëntjes. De grote Lucien en de kind. De grote Lucien is ook al overleden. En het kleine Lucientje woont in Sint-Katelijne Waver. Die ook een beetje vroeger als dienst deed in weerkundige dienst als beroep. Het kleine Lucientje, maar ja, hij is nu ook al oud geworden. Dat je ook al aan de pensioen is. En zo is dat verder verloopt. Dus dan gevraagd werd, rechts en links. Ik kan hier een boekje toegen. Of u kan het misschien lezen, ik weet het niet. Wordt dat al. Moet ik jullie overhand doen? Of moet ik. Van ik zie dat nog niet zo goed. Ja, pak een bril he. Van zo ja. Maar vertel eerst maar voort. Van hoe het ons samen, want toen ik gekeken. Ja, dus, dat zijn de dingen. We zien wie zat er allemaal in. En wat speelde Hulderen? Waren dat allemaal liedjes die gekend waren? Het wordt momenteel zo, liedjes en zo, gekende liedjes en zo, dat je de radio hoorde. Maar we zien dan verder, ik moet niet hier in die programmalijstjes hier, betreffende die liedjes. Allemaal, dat zit hier allemaal zo in. Ja. Ik bijvoorbeeld aan de rivier stond toen ook een keer iets speciaals zo verkleed in een Rus. Tsardas lied. Ja. Dat je dat ook als je zo met begeleidingen van ons muziekje. Ja. Moet je zeggen. Ja, dat zijn hier enkele programma's dat ik hier uitgezocht heb. En toen de ding waarom we spelen en zo meer. Ik heb hier toen wat affichen. Maar ik kan eigenlijk vier dezelfde. Dus moet maar één even te zien of te weten. En dat is van die crochets. Ja, ja. Met het jaartal en zo meer op. En hier heb ik dan nog één van het cabaret zelf. Hou van de klinkdegels. En we hebben er zo een vreef plaatsen. En al die mensen die kenden, waarom die muziek geleerd? En maar ja. Die muziek leert, ik kon in de tijd de muziek leert aan Richard Pauwels, die de stichte portier was. Versta je? Hij was ook, Richard Pauwels, dat was een bruiloft. En je is ook in de stichte gekomen als patiënt, zo gezegd. Maar hij was een geleerde type. En je was aan de receptie hier, en de entree en zo meer. En het was een goed muzikant. Hij speelde het orgelen in de stichting voor diensten en zo meer. Ja, die diensten zijn nu al weggevallen, om zo te zeggen. Maar, en ik heb een pianoles gehad van Richard Pauwels.
En kan dat die jaren 4 had, en Richard Pauwers is dan overleden, hè? Ja. Op de brug daar van de Dint, hè? Van Dottestraat, is hij wel, zo gezegd, een stuk toch, ja, gaat erop. Ja, ja. En, maar ja, de Noordkerken, ik denk een beetje de Noordkerken, een harmonium in Spanje, een beetje kosten, ja, ja. Ze zaten op de kosten, hè? Hij gezocht en gedaan, en ze houden ze vingen op mij, hè? Houden ze helemaal niet toe voor mij. Ja, ik zat een beetje. Dat ben je verlegen. Ja, ik zei, kijk, ja, Koster, dat is Latijn. Dat is al kerkmuziek. Dat zou geen serotliedje niet meer spelen en zo meer. Ik ben dat toch. En mijn moeder zei, ja, mijn moeder zegt, hou je het wat moeten doen in je leven? Ik zou dat proberen. En maar ja, en kijk, ik dat proberen. Dat is me, en dat was bij Pastor Del Tour. En dus euren dat ze zijn, in het kerstje. En ik heb me daar goed bij, deuren mee getrokken. Bestuurd. En de apotheker Tange, die ook nogal een beetje een organist was. Hij moet dan de modus van het Latijn, de 8 modus, een beetje nageleerd. Dat is ook een beetje geheim in de kerkelijke muziektermen, de 8 modus. Ik word er dan nog een rap mee weg. En dat was ook voor de, ja, je speelde voor de zang, voor te kunnen verhogen, te verhogen of te verlagen. Ons te stemmen. Verstaan. En dan zo ging ik verder, hou ik daar mee door. Moet je zeggen, nee. In het oorke. En dan zo viel je me. De volgende muzikant was dan André Viers. Die was violen spelen. Het was in de virtuoos, maar ik was heel gauw. Een beetje spelen als de plantra. Voor me natuurlijk geen virtuoos, nee. Maar gauw me spelen, maar betrekkelijk. Dat was niet mis. Raymond Galleman speelde accordeon en die heeft mij een beetje bijgevraagd uit nood. Omdat Raymond was een artiest. Raymond Galleman. Ja. Weet je er nog van gehoord? Ja. Ik woonde op St. George's. Hè. Raymond Galleman, accordeon. En saxofoon, tenor, speelde Raymond. En ik mee bij Herman sloeg de batterie. Ja, dat tegen mij was betrekkelijk goed. En toen de bussen was in de muziek van Beernem en speelde trompet. En we toen uit ons kassen, maar nog een beetje van mijn kassen. En we toen een trompet gekocht voor twee bussen en een saxofoon alto voor mij. Ik heb toen een saxofoon ook gespeeld en ik meet toen een beetje piano. En hier dat spel, ik heb dat 5 jaar gedaan. En we hebben er veel gevraagd, redelijk veel, maar dat viel toen, ja. Zo'n ding doen, dat is niet lang. Hè. En dat heeft 5 jaar geduurd, 5 jaar geduurd. Maar ja, de een werd niet betaald. De andere moest met het leger om mij vervallen. Het waren er al een stuk of twee die niet wegvielen. En ja, de boel viel het in. Hoe dat niet kon bestaan. Hè. En we dat 5 jaar gedaan. Van het jaar 50 tot 55. Ik ben hier naar vele plaatsen. Dan hier toen kan zien, of zeggen, of al die plaatsen, dan hier dan met veel gedaan, zie je. Het stond een keer een aantal plaatsen op. Wacht een keer, geef ik hem een printer. Oh, mijn gezicht is ook verder vervlogen. Ja, we zijn begonnen. Ah ja, heb ik dat gezegd hier van de piano van de firma? Ja, viool André Viers, trompetten, toen een bussen, saxofoon, ik dan ook een keer zo'n ertussen. Dan neem je bijna als batterie, de recentjes, de twee recentjes, hoe de komieken zo gezegd. En om er vervallen te confrancheren. En like de recentjes, die maakten zelf een grapjes of andere klachtjes? Meestal wie dat zelf maakt, maar weet ik dat er daar ook veel tussen zat. De Garutje, dat onderpasterke. Dat was dan een raptiste. Hij kwam ze toen ook niet bij als voorbeelden. Ja, ja, ja. Verstaat? En wat was eigenlijk de rol van onderpaster De Garutje? De rol, die was een rol en geen rol. Die was daar onderpaster. En jij hebt dat een beetje mee arrangeren. Hè? Maar de pastor Del Tour ook, zei hij ook. Ja, maar kijk, hij is een priester, hij moet je priesters af. Goed, een beetje goed in stand houden. Hè. Dat zit tot de vierde bij de cabaret.
Waarom je er al veel aan mee helpen? En veel aan steun? Dat moet je niet zijn, zeg. Ja. En wat hebben we dan hebben we daar nog? En vertel je waar Helder de repetities hield en hoe dat was? Ah ja, de repetities buiten in dat zaaltje. Alle week in een half een keer, in een dag. Volgens dat was dus echt al vast. En dat barakste. En daar stond er een piano, een vleugel zelfs, van de Madrid. En de Madrid door het overlijden van meneer en madame. Ja, het ziet er wel over. Het had nogal licht in de kerk ook. Ja. En de piano, die vleugelen, ferme vleugelen, heeft doorgestaan. En bespeeld geweest voor die crochets dat ik hier in het begin vertelde. Ja. En voor toen ons cabaret. En voor iedereen, he. Alle gelegenheden. Ja. Verstaan? Dat was, ja, dat kwam van de Madrid. Ja. En nou, en zo gebeurde dat in dat zaaltje. En het was weer bekend voor toen spelen. Hebben we de gevraagd links en rechts, waar aan de hier houdt, veel gemeenten hebben staan hier, maar liefst je dat ik ben. Ja, liefst je een aantal gemeenten? We zijn begonnen in het zaaltje Eile Maria Moeder God. We zijn toch gevraagd in Ruitsrede. We zijn toch gevraagd, en dat was een oude zondag, he. Sint Joris ten Deske. We zijn toch gevraagd Sint de Kruisbrugge. We zijn toch gevraagd Anzehem, waar de toenderpaster zijn thuis was. Anzehem dus. Dan weer haar optreden in Moeder Gods zaaltje. Sinterkruis Brugge vervolgens. Assenbroek Christoffel. Sint-Pietersveld Ruitselede. Licht en Liefde Brugge. Zedelhem. Zijsjelen. Engelmuister, vergeet maar een keer of drie, verschillend. Sint-Amandus bij, ja, Sint-Amandus bij Ernem. Dat waren al optredens, en drie nog een paar optredens, om zo te zeggen. Weer Heilige Maria Moeder Gods. Staden, Slijpen, Engelmuister, dat ik al gezegd heb. Knokken. Ja, Knokken. En de Roxy. En de Lippenslaan was dat. Weer Heilige Maria Moeder Gods. Eulen bij Kortrijk. Sint-Pietersveld, Ruizenlede. IJst aan Zee. Oedelem. En Uiterstel, tot slechte weer. En wat zie ik hier nog? Kleid, ja, Kleid ook. Lendelede. In de namiddag. En toen hebben we daar opname gedaan van die bepaalde platen dat ik nog verteld heb. Ja. Ja. Vertelde eerst nog een keer, hoe ging je er nog toe? Ja, dat is een goede vraag. We konden er zo per velo of per auto, we waren er al bij een stuk of 12. Ja. En, weet je, Zulke Berwane, die de markt voerde, als een zo schone kamionette en als beroep. Voerde hij de melk, als beroep. En we konden dat daar zien dat hij de zondag ons voerde. Hij had eerst een lange bank ingezet. En met ons koffers en ons bakken, en we hadden er veel materiaal mee, maar zelfs veel spotten mee en zo meer. En Zulke was onze transporteur, die ons voerde iedere zondag. Ik kreeg een vergoedingsje natuurlijk. He. Dat is normaal. He. En geef eens een keer wat voorbeelden van liedjes of dingen dat je speelde. Ja, van dat er gezongen werd. Oh ja. Was dat populaire muziek in die tijd? Maar de Lustige Weduwe daar. Ja. Dat was dan meer in de klassieke zin. He. Ja. In de klassieke genre. Goh, maar ik zit ook een keer van liedjes hier. Ja, hoort de muzikanten, dat doen we ook zo. Ah ja, ons intredelied, dat was ook ons intredelied. Hier is het Beernems cabaret, voluim en levensmoed.
Wij brengen nu steeds wat verzet, dat schenkt steeds nieuwe moed. Vandaag zoeken wij wat verwaar, dat neemt u niemand kwaad. Weg dan met zorgen en verdriet, Vlaamse leugde en anders niet. Dat was ons intrede. En het slotlied was... Wat met mij stond. Hier was dan weer Nems cabaret, volum en zo verder. Dat was toen, hier was dit voor een tijd. Hè. Dat was dat. Hè. Heb je er nog de volledige tekst van? Van dat eindlied? Van dat eindliedje dat je nu, heet het eerste lijntje gezongen? Ja. Heb je er nog